Vandaag nemen we je mee in ons verhaal waarom we onze 9 tot 5 banen hebben opgezegd en kozen voor een reizend en locatie-onafhankelijk leven. Ja, waardoor is het gekomen dat ons gevoel voor vrijheid en onafhankelijkheid zo sterk was dat we die stap hebben genomen? En ja, welke belemmeringen en angsten hebben we overwonnen? We gaan het je allemaal vertellen in deze video. Maar blijf kijken, want aan het eind van deze video hebben we nog iets leuks, iets unieks, waarmee jij ook jouw eerste stappen kan zetten naar een vrije en locatie-onafhankelijk leven. 2004. We leerden elkaar kennen en wat waren we verliefd. We volgden het pad zoals zoveel mensen dat doen. Een goed betaalde baan, een mooi huis, gelukkig getrouwd, wintersport, zomervakantie, veel weekendjes weg. In onze midlife-fase ontstond de onrust. De uitgestippelde weg voor ons voelde benauwend. Na een avontuurlijke beklimming van de Kilimanjaro en een campertrip door Frankrijk gooiden we het roer om. We stopten met onze goed betaalde baan, verkochten onze spullen en met slechts 2 backpacks stapten we in het vliegtuig richting Mexico, het avontuur tegemoet. 5 jaar later reizen en werken we remote, samen met onze dochter Filou. Het was 2004 toen Tino en ik elkaar leerden kennen hier in Dordrecht op het terras. Het is heel cliché, maar het was liefde op het eerste gezicht. Dus kort daarna hebben we afgesproken en nou, een superleuke date. En ik vroeg aan Tino van, goh, als ik nu vandaag of morgen naar Nieuw-Zeeland zou gaan, zou je dan met me meegaan? Een spontane vraag wat in me opkwam. Maar ook wel ergens een beetje aftasten van hoe avontuurlijk is Tino. En hij zei meteen ja. Dus ik had zoiets van, oké, dat klonk goed. En ja, het was gewoon zo'n leuke tijd. En ja, gewoon helemaal verliefd. En op een gegeven moment gingen we samenwonen. En kochten ons eerste huis, een appartement hier in Dordrecht. En hebben we gewoon een prachtige tijd gehad, alle 2 een mooie baan. We waren aan het bouwen aan onze carrière. Ook individueel natuurlijk, je ontwikkelt jezelf. Er gaan een aantal jaren overheen. Mooie vakanties, wintersport. Gewoon een heerlijk leven. En een heel mooi vooruitzicht. In 2008 had Tino voor mij een verrassingsweekend georganiseerd. We gingen naar Parijs. En ja, dat was natuurlijk geweldig. En toen 's avonds zijn we naar een restaurant gegaan. En daar kwam de ring tevoorschijn. En heeft Tino mij ten huwelijk gevraagd. En ja, direct zei ik natuurlijk volmondig ja. En vanaf daar zijn we de bruiloft gaan organiseren. En gaan voorbereiden. En ja, het was op een prachtige locatie hier in Dordrecht waar we trouwden. Bij het stadhuis. Ik zal de locatie gelijk even laten zien. Ga je mee? Ja, en hier zijn we getrouwd in het stadhuis in Dordrecht. Na onze bruiloft zijn we hebben we nog een mooie huwelijksreis gemaakt naar Mauritius. En volgden nog meer leuke reizen. We werkten van vakantie naar vakantie. Maar op een gegeven moment ging het een beetje ja, schuren en kwam er onrust. En hadden we zoiets van, ja, is dit het nou? En ook al de bewustwording van, ja, als we zo doorgaan, het leven is voor ons uitgestippeld. Hierna misschien nog een groter huis, er komen kinderen en nou, dat benauwde mij heel erg. En ja, voor Tino denk ik ook dat er wel wat speelde. Hij was vooral heel druk met zijn werk. Kortom, het was onrustig, het voelde benauwend en we hadden zoiets van, ja, er is meer, maar wat is dat dan? Dus tijd om te onderzoeken. Heerlijk. Ja. We gaan even terug naar 2011-2012. We stonden aan het begin van onze midlife-fases, begin dertigers. Ja, nou ja, mid-dertigers, maar wel. Ja. Ja, even bij mij begin. Jij begin. En als we erop terugkijken, die tijd, in ieder geval, ja, er kwamen bij mij wel heel veel vragen naar boven in die tijd. Van, is dit het nou? Ik raakte verveeld op mijn werk, ook de mensen waar ik mee omging. Vrienden, daar ja, kon ik niet meer die aansluiting helemaal mee vinden. We leefden echt in een consumerende wereld. Mensen waren bezig met carrière maken, groei, groei, groei. Een groter huis, mooiere auto, misschien een betere baan, ja. Kinderen. Ik bewandelde zeg maar, het pad wat voor me is, netjes voor me is uitgestippeld. Ik deed vooral dingen die van mij verwacht werden en ook zo goed mogelijk. Ja, toch een beetje het perfecte plaatje. Het perfecte plaatje, ja. En ik had zoiets van, ja, ik wil daar niet aan meedoen. Er is veel meer, de wereld staat open. En ja, ik wilde gewoon op ontdekkingstocht. En ik was er helemaal nog niet klaar voor ook om
dat pad verder te volgen. Nee. Nou, je dacht ook zelfs lange tijd van, zou ik dan naar een andere baan gaan? Ja, maar, ook nog wel. Wat gaat dat brengen? Ja, want in eerste instantie ging ik ook wel aan mezelf twijfelen van, waar komt dat gevoel vandaan? Is dat wel goed? We hebben het toch goed? En dat wordt door je omgeving ook wel zo aangegeven en geschetst. Ik weet nog heel goed dat ik na een vakantie weer terugkwam. Het was in september op mijn werk. En dat ik toen een reeks afspraken ging inplannen met mensen uit mijn team. Daardoor wist ik dat elke dinsdag om 9:30 in dit kantoortje zou ik het komende jaar daar zitten. En dat benauwde echt enorm. Ja. Dit wil ik niet. Ik wil afwisseling. En ik merkte dat ik, terwijl ik naar huis reed, elke keer een andere route ging rijden om een beetje afwisseling in mijn dag te hebben. Ja, dat voelde gewoon niet goed. Niet fijn. Dat was de start van de transformatie waar we uiteindelijk doorheen zijn gegaan. Dus dat was echt wel een lastige periode ook wel. Met veel twijfels, onzekerheid en wat wil ik nou? Onrust. Onrust, ja, dat. Waar het spelen een beetje verleert en de onbevangenheid. Te serieus. Veel te serieus. Terwijl, er is zoveel moois in de wereld. En we hadden wel zoiets van, het moet anders. Ja, dus het voelde niet meer fijn, die onrust en het borrelde. En ik kreeg geen antwoorden op vragen die ik had. Nee. Dus ik had zoiets van, misschien is coaching wel een goed idee. En dat ben ik gaan onderzoeken. En toen kwam ik bij iemand die me echt heel goed verder geholpen heeft. En daardoor ben ik nog meer onafhankelijker in het leven gaan staan. En voelde ik veel meer de vrijheid om te gaan en staan waar ik wilde. En dat maakte dat ik het besluit nam om een solo reis te maken. Dus echt even loskomen van de omgeving. Helemaal tot mezelf komen. En ben toch wel 6 weken weg geweest. Naar Tanzania. Ja. En vanaf de basis waar ik toen verbleef, keek ik iedere dag uit op de Kilimanjaro. Een prachtige berg, 6000 meter hoog. Het zag er zo mooi uit. Ik denk, alles in mij zei van, ik moet die berg beklimmen. Dus dat was mogelijk. Er gingen verschillende partijen die dan trips organiseren en begeleiding aanbieden. Want je kan dat niet alleen. Het liefst ook niet onvoorbereid. Ik was niet voorbereid, maar toch besloten om te gaan. Ik vond een hartstikke goede guide en een team die mij geholpen hebben om in 6 dagen die berg te beklimmen. Ik weet dat ik jou belde dat ik dat wilde gaan doen. Ja. Ik dacht, stoer. Ja, stoer. Dat moet je doen. Ja, absoluut. En op de 6e dag moest er nog 1 etappe. Dan ben je inmiddels al van de jungle door maanlandschap in een sneeuwstorm terechtgekomen. Het sneeuwde boven en het was echt ijskoud. Ik had extra handschoenen van mijn guide omgedaan. En op het scheenbeschermers tegen de kou. Het was erbarmelijk, om het maar zo te zeggen. Maar wel zo gaaf. En op een of andere manier zit je vol adrenaline. Waardoor je die kou niet eens voelt of ervaart. En toen de laatste etappe op 6000 meter kwamen we bij de piek. En dat was echt een enorm euforisch gevoel. En ik vroeg toen aan mijn guide van, hoe heet deze piek? Hij zei Uhuru, dat is Swahili en dat betekent vrijheid. Toen viel alles voor mij op zijn plek. Dat was het woord waar ik naar zocht. En vrijheid. En dat is voor mij nu ook het ankerpunt als het even tegen zit. Of dat ik me afvraag, waar doen we het allemaal voor? Of even in een dipje zit of wat dan ook. Dan grijp ik weer terug naar dat moment op de Kilimanjaro. Ja, waar ik gewoon echt een en al vrijheid voelde. En zo meteen weer omhoog tot 4600 meter. Kom me eten. Natuurlijk ook de verhalen gehoord van Anwelma, als je elkaar dan weer ontmoet. Ja. Na 6 weken, dan dan voel je dat ook. Ja.
En dat maakte mij bewust van, ja, ik heb vooral 6 weken hard gewerkt en, ja. En niet dat vrije gevoel gehad. Nee. Dus dat was ja, sowieso fijn om elkaar weer en te zien. En voor mij was het ook wel echt wel een contrast om hier weer terug te komen. Ik wil hier niet meer in terug. Ik had ervan geproefd en ja, dat was gewoon heel duidelijk. Ik ga niet meer terug in het oude leven, dat was wel zeker. Ja. Ja. Nou ja, we zijn dus ook dan in 2015 uiteindelijk met een campertje door Frankrijk gaan rijden met z'n tweeën. En daar kwam eigenlijk alles bij elkaar waarbij we allebei dat vrije gevoel hadden. En zeiden van ja, dit gevoel willen we echt vasthouden en elke dag gewoon hebben. Kan dat? Nou ja, dat zijn we vanaf daar gaan onderzoeken. Ja. Dat betekende dat we vanuit daar de tijd hebben genomen om uiteindelijk de stap te zetten om locatie onafhankelijk te worden. En dat betekende, we gaan onze baan opzeggen, ons huis verhuren, spullen verkopen, tegen mensen hier zeggen dat we weggaan. Ja, ja, dat zijn natuurlijk allemaal mogelijke angsten, belemmeringen. Ja. Maar ja, door die energie die we voelden, die vrijheid, waarom we dat ook wilden, verbleekte eigenlijk die angsten en belemmeringen. We stelden elkaar vaak de vraag van, wat is het ergste dat er kan gebeuren? Ja. Ja, dat we mooie ervaringen hebben. Ja. Ja, en wat als het wel lukt? Ja, ook dat, absoluut. Het was ook wel een periode waarin we ons vooral voeden met mensen die ook locatie onafhankelijk waren. Heel dat principe of het concept van Digital Nomads was toen in opkomst. En veel boeken gelezen. Eén van de boeken kunnen we als tip meegeven. Dat is Vagabonding van Rolf Potts. En de link zullen we hieronder de video plaatsen. We hebben hem altijd bij ons. Het is ook een pocketvorm. Neemt niet veel plek in beslag in je backpack of koffer. Nee, het is echt een heerlijk boek. Ja. Wil je ook aan de slag met een reizend leven als Digital Nomad? Schrijf je dan in voor onze inspiratiesessie. Binnenkort geven we deze en je kunt via de link hieronder inschrijven. In die inspiratiesessie geven we je heel veel tips en ook een aantal challenges, zodat jij jouw reis naar een vrij en onafhankelijk leven kan starten. Hoe we ons reizende leven als Digital Nomads hebben vormgegeven, zie je in de volgende video. Ja, abonneer je op dit YouTube-kanaal van Dutch Nomad Couple en dan zien we je graag in de volgende video. Doeg! Doei!